sports. It's in the game. Mensen, welkom en welkom terug bij de FIFA 19, de Graafschap Career Mode. Mijn naam is Dweenster en je kijkt naar aflevering nummer 28. We zijn weer terug en we hebben nog een paar uurtjes te gaan voordat de transferwindow sluit. En ik ga even kijken naar een paar reacties. Voetbalmomenten. Jij zegt, Schuurs is een goede versterking met potentie. Schuurs is een centrale verdediger. Zijn algemeen is 74. En dan zou hij eigenlijk een basisspeler in mijn elftal zijn. Dus dat kan ik helaas niet doen, want ik wil niet zo'n speler op de bank zetten. Dat verdient hij niet. In ieder geval niet bij ons, sowieso niet. Dus dat wordt een lastige. Labiat zou kunnen, maar ik heb geen tijd om hem te scouten. Want dan, dat kost sowieso een paar dagen. Dus eigenlijk kan ik dat helaas niet doen. Ik zou het wel graag willen, maar Labiat kan ik wel. Ja, ik weet niet. Labiat is waarschijnlijk ook, laat me het zo zeggen, mijn eerste elftal is nu om goed genoeg, zeg maar. Dus ik heb eigenlijk spelers nodig die nu tussen de 65 en 70 algemeen zitten. En dan zo'n beetje, want waarschijnlijk natuurlijk zullen er ook weer spelers vertrekken vanuit het eerste. Zo gaat het nou eenmaal. En dus we moeten dat wel in de gaten houden, want een Encham bijvoorbeeld is een 79 algemeen. Een speler van die status, meestal in de Eredivisie, zal na 2 jaar weer vertrekken als hij een grote aanbieding krijgt. Dus zo ga ik het ook aanpakken. En dan kunnen wij natuurlijk weer een jongere speler daarvoor in de plaats. Ja, of een jongere speler, in ieder geval een andere speler daarvoor in de plaats opstellen. Ik wil, voordat we verder gaan, wil ik even wat kijken. Want ik wil kijken welke spelers gelukkig zijn en welke niet. We beginnen gewoon bij het begin. Vidigal, ja oké. Okay. We gaan gewoon kijken naar de smileys, want anders duurt het gewoon te lang. Oké, okay, Boeijsje speelt pas, dus hem hoef ik eigenlijk ook niet naar te kijken. De jeugdspelers zullen sowieso, de meeste zullen sowieso niet echt tevreden zijn. Want ik speel nu heel weinig met de jeugdspelers. Owusu is gelukkig. Gelukkig voor ons vet ook. Deelrozen is er ook pas, Deelrozen. Hamdawi is nog gelukkig. Klaassen. Oké, dan gaan we even kijken naar spelers die wij best wel veel spelen, maar nog steeds niet tevreden zijn. Van der Pavert. Oké, Van der Pavert is tevreden, maar het kan voor hem beter. Dat klopt wel, want wij speelden hem best wel vaak. Zijn rol in de ploeg is sporadisch, dus het valt op zich nog wel mee. Maar ik zou hem wel wat meer minuten moeten geven, zodat zijn moreel omhoog gaat. De volgende zijn Nieuwpoort en Strauman. Zijn beide ontevreden. Ik zou hun ook wat meer minuten moeten geven. Dus op deze manier ga ik een beetje erop letten. En dan zal ik deze spelers wat meer minuten geven. Ik moet sowieso wat meer gaan spelen met het tweede elftal. Zodat ik natuurlijk veel meer spelers tegelijkertijd tevreden kan houden. We hebben de 16,3 milli. Salarisbudget is belachelijk. Wat is dit? Wacht even. Ja, we hebben dus nog 14,7 milli. De spelers die we wel kunnen halen. We moeten even gaan kijken. We sorteren het op de spelers die, waarvan het algemeen het laagst is. Oké, okay, we kunnen ook Oké, Lindhorst, Vreeman, Leijsman. Dit zijn de spelers. Oké, wacht even. Leijsman heeft een clip gevonden. Dat was eerst niet het geval. Vreeman ook. Daar ben ik wel blij om. Huntelaar ook? Oké. Okay. Huntelaar. Wil ik, ja, ik wil ze wel terughalen. Maar het kan dus zijn dat het niet gaat lukken. Ik wil gewoon mijn spelers terug hebben. Klaar. Dus ik ga sowieso gewoon proberen. Ik denk dat het niet gaat lukken. Het gaat wel lukken. Oké. Okay. De eerste mijn excuus, Vreeman. Maar ik hoop dat jij ons kan vergeven. We gaan beginnen. Het zijn natuurlijk kleine bedragen dus. We halen de spelers terug. Bot indienen. En natuurlijk gaan ze akkoord. Leijsman. Leijsman is een speler die ik ook graag terug wil hebben. En hij kan dus niet, dacht ik al. Even kijken. Burgzorg, ja, daarvan weet ik gewoon niet hoeveel dat kost. Dat is best wel jammer, want ja, oké. Okay. We moeten daarmee wachten. Huntelaar. Kunnen wij Huntelaar overnemen?
terughalen. Ook niet. Ja, mijn eigen schuld. Mijn eigen schuld. Waarom heb ik Tutua Rima laten gaan? 27 jaar, 69 algemeen. Maar ik kijk hier en zijn versnelling en sprintsnelheid zijn gewoon tempo aanval hoog, tempo verdediging hoog, zwakke been 4 sterren. Ik heb een foutje gemaakt, man. Maar we hadden toen geld nodig, dus even kijken. Kunnen we hem nu terughalen? Ik denk het wel, want hij is volgens mij al een tijdje bij Zulte Waregem nu. 8,75. Oh, het kan. Oké. Okay. Transfers om aanbieden. 8. En hopelijk hoeven we niet omhoog te gaan. Denk het niet. Ik denk het niet. We hebben natuurlijk niet heel veel tijd meer. Dus ja, we moeten. Ja, het gaat krap worden. Trouwens, Jurrius zou ik wel terug willen hebben. De vraag is, hoeveel kost die? 2 punten, dat moet te doen zijn. Dat moet te doen zijn. Jurrius wil ik echt hebben. Een speler die ik eigenlijk ook wil hebben is J. Roy Grot. Want als je kijkt naar zijn snelheid voor die lengte, want hij is 1 meter 93, kracht 99. Even kijken, wat is hij afmaken? Afmaken is 64. Bleh, dat is wel echt slecht. We kunnen dat wel gewoon trainen. Maar ik zou eigenlijk als Hamo vertrek, wil ik J. Roy Grot ervoor terug hebben. Maar dat is allemaal dus voor later. Want ik denk dat ik Hamo pas eind van dit seizoen ga laten vertrekken. En dan wil ik heel graag Grot hebben. Want hij is gewoon snel. En dan zo speel ik het beste. We gaan natuurlijk waarschijnlijk, hoe het er nu naar uitziet, gaan we Europa in. En dan moet ik toch echt wel een paar posities wat verbeteren. En Hamo is dan wel echt een speler. Ja, hij doet het goed, maar we weten allemaal, Europa League, Champions League. Dan moet het niveau ietsjes hoger. En qua snelheid gaat Hamo het niet redden. En Grot natuurlijk wel. Qua afmaken maak ik me niet zoveel zorgen. Want dat kunnen we sneller trainen dan snelheid. Snelheid kun je maar alleen sprintsnelheid trainen, niet de acceleratie. En dat duurt gewoon veel langer. Jurrius deed het zo goed voor ons. En hij kost niet heel veel. 2,6. We gaan gewoon. We hebben het geld. En daarom haal ik ook spelers terug. Omdat we nu het geld hebben om deze spelers te houden. En we kunnen gewoon veel meer doen nu. Het gaat helemaal beter zijn als we Europa ingaan. Maar dat is allemaal voor later. We doen het nu goed. We beginnen met. Kunnen we hem trouwens wisselen? Nee, dat ga ik niet doen. Ik ga hem niet ruilen. 2,6 voor Hidde Jurrius. Bot indienen. En wat vinden jullie daarvan? Ja, natuurlijk vinden jullie het goed. Ik moet misschien beginnen om de prijs ietsjes onder onder de waarde te zetten. Oké, we hebben nog 6 uur te gaan. Welke spelers halen het en welke niet? Eerste uur gaat voorbij. En kijk, trouwens, hier zie je het. Benedetto is vertrokken naar Torino. Jurrius aanbod geaccepteerd. Tutua Rima aanbod geaccepteerd. En er is een aanbod voor Abena ingetrokken. Dus welkom bij team Jurrius en Tutua Rima. Welkom terug, moet ik eigenlijk zeggen. Jurrius wil een belangrijke rol in het eerste team. Dat gaat op dit moment lastig worden. We kijken wel. Maar sowieso gaat hij volgend seizoen gewoon. Is hij eerste keeper dus. En Tutua Rima wil graag als rotatiespeler aan de slag bij de Graafschap. Dat is prima. Dat is helemaal wat wij zelf ook in gedachten hadden. Dus dat is goed. We hebben nog een mailtje. En even kijken. Freeman aanbod geaccepteerd. Welkom bij de club. Welkom terug. Sorry, weer fout. Welkom terug. Rol binnen de selectie. Sporadisch spelend in eerste team. Ja, we gaan akkoord. 2 uurtjes nog te gaan. We zijn klaar. Talisca is voor 100 miljoen vertrokken naar Liverpool. Februari heeft een oranje beker. Dus die spelen we sowieso. Maar ze hebben 6 wedstrijden. Dus we gaan sowieso 3 wedstrijden spelen. Dat is dus Excelsior. Daarna wil ik. Wie gaan we doen dan? Want weet je wat we gaan doen? We spelen sowieso de wedstrijd tegen Excelsior. Omdat het oranje beker is. En 5 dagen daarna is het eerste elftal nog niet fit genoeg om die wedstrijd te spelen. Dan kunnen wij met het tweede elftal tegen Fortuna Sittard. Dat gaan we dus gewoon doen. Dan hebben we Excelsior met het eerste elftal. Fortuna Sittard met het tweede elftal. En dan eindigen we. Ik wil PEC Zwolle doen. We gaan tegen PEC Zwolle. We eindigen tegen PEC Zwolle. En dan simuleren wij de wedstrijden FC Emmen, FC Groningen en Excelsior. Excelsior staat op plek 16.
We gaan tegen PEC Zwolle en Excelsior op zich maakt het niet uit. Maar nee, we gaan met het eerste elftal spelen tegen Excelsior. Want alhoewel, we staan op de tweede plek, hè. Nee, we gaan met het eerste elftal moeten spelen tegen PEC Zwolle. En met het tweede elftal tegen Excelsior. Want ik wil natuurlijk geen risico nemen. Nee. We wisselen het om. Wow. We spelen met het tweede elftal tegen Excelsior. Dijkstra is geblesseerd, maar wij hebben natuurlijk Dilrosun. Oké, we gaan dus met het tweede elftal spelen tegen Excelsior. De eerste wedstrijd van deze aflevering. Oké, voor de wedstrijd tegen Excelsior. Jurrius is terug bij de Graafschap en deze keer niet geleend. We hebben hem gekocht. Jurrius op doel. Mesu is de linksback, Abena en Van der Pavert als centrale verdedigers. Dit was onze oude centrale verdedigersduo van de afgelopen seizoenen, ongeveer. Owusu als rechtsback. Hij was normaal gesproken linksback in seizoen 1 en 2 volgens mij. Tutorima en Klaassen als verdedigende middenvelders. Koksu als aanvallende middenvelder. Van Hooijdonk als linksbuiten. Dilrosun in de basis. Natuurlijk tweede elftal als rechtsbuiten. En Hamo in de spits. 4 minuten. Ultiem, het sneeuwt. Oké. Ik heb er dus voor gekozen om met het tweede elftal te spelen in de Oranjebeker. Nu kan het denk ik wel, want Excelsior staat er niet goed voor. Ze doen het niet heel goed. Dus we moeten... Ja, ik wil het niet zeggen, maar ik zeg het gewoon. We moeten eigenlijk deze wedstrijd gewoon winnen. Even kijken. Hey, hier zien we ze. We zijn terug. Jurrius, Tutuarima zijn terug bij de Graafschap. En dit zijn de 11 voor Excelsior. Messaoud, vervelend te spelen. Messaoud. Natuurlijk een goede speler. Bruins. Ze lopen elkaar een klein beetje in de weg. Maar als het goed is... Hamo! Met het eerste schot van de wedstrijd gaat naast. Goed naast ook. Abena naar Van Hooijdonk. Van Hooijdonk. Penalty, 1000%. 1000% penalty, jongens. We gaan zelf die herhaling erin gooien, want dit was 1000% penalty. Verbergen. Ja, raakt. Oh, maar ja, oké. En dan gaat Dilrosun op avontuur. Verlies weer de bal. Maar... hij houdt de bal toch weer terug. Dilrosun van een mini afstandje. De fokker met de redding. Dilrosun speelt goed. Hij is niet echt balvast. Maar nog steeds zorgt hij voor de meeste dreiging bij ons. Goed schot. Dilrosun natuurlijk veel te snel. Veel te snel. Alleen die balcontrole... Het kan nog een dingetje worden voor hem. Het kan nog een dingetje worden. We moeten hem daarin gaan trainen. Vidiga is natuurlijk op dat gebied natuurlijk al veel verder, hè, qua ontwikkeling. Bal komt niet aan bij... wacht even. We moeten even opletten. Hier gaat de doelpunt. Luigi Bruins... scoort 1-0 voor Excelsior. Zoals ik al zei, Luigi Bruins en Messaoud, zijn toch wel de twee beste spelers van Excelsior. Even kijken. Ja, fout. Fout van, ik denk, ja, het is Owusu. Owusu liep van zijn mannetje weg. En dan moet ik eventjes met hem gaan praten, want ik weet niet wat hem bezielde daar. Dit is natuurlijk niet de wedstrijd die wij willen verliezen. Alleen natuurlijk heb ik ervoor gekozen om niet met mijn eerste elftal te spelen. Want ik wil gewoon volgend seizoen Europa in. En we doen het gewoon goed in de Eredivisie zelf. Dus ja, dat is een keuze die ik heb gemaakt. De wedstrijd is natuurlijk nog niet voorbij. Maar... Kopsky. Klaassen. Klaassen met de 1-1.
Bijna direct na het doelpunt van Excelsior, van Luigi Bruins, hebben wij Klaassen met de gelijkmaker. Heel netjes uitgespeeld. En weer Dilrosun, die een grote hoofdrol daarin heeft. Hier houdt hij de bal lang vast, zodat natuurlijk mensen kunnen aansluiten. En degene die aansluit is Klaassen. Twee seizoenen was hij basisspeler van de Graafschap. Heeft dit seizoen zijn basisplek verloren. Maar natuurlijk op de bank nog steeds van grote waarde voor ons. Of dat een goed idee was van de keeper om te doen, weet ik niet. We komen er nu achter. Maar het gaat lekker. Het gaat lekker voor de Graafschap. Het gaat lekker voor Excelsior. Excelsior met de 1-2'tjes. En 2-1 uit een onmogelijke hoek. En het is weer Luigi Bruins. Wat een mooie kick ze trouwens. Ze glanzen als ik weet niet wat. Babyolie of zo, ik weet niet. Maar in ieder geval, het staat 2-1 voor Excelsior. Wat is er aan de hand? Dit keer kan ik niet zeggen dat hij slecht ver... Ja, Owusu, hij maakt weer die fout. Hij geeft zijn tegenstander te veel ruimte. En dan moet hij het natuurlijk proberen goed te maken. Maar dan is het al gewoon te laat. Julius kan hier gewoon niks aan doen. Owusu speelt een hele slechte wedstrijd. Oké, we moeten even kijken. We gaan sowieso Dilrosun. Moet wel voor. Hendriksen gaat zijn debuut maken. Owusu wil ik eraf hebben. Alleen het probleem is, we hebben... Oké, Abena zou het kunnen. Ja, Abena. En dan brengen wij Straalman. Wie zou kunnen? Kracht. Wie heeft de kracht? Ja, hij kan. Straalman, denk ik, hè? Ja. Nee, we moeten echt Owusu eruit halen, want dat gaat echt niet meer. Klaassen. Totorima. Wat is... Oh, en we hebben een vrije trap. Dit kan nog wel eens eentje worden voor Van Hooijdonk. We krijgen niet heel veel vrije trappen. Dus ja, ik weet niet wat ik... Ik weet niet hoe goed ik vrije trappen kan nemen. Maar Van Hooijdonk zal het sowieso gaan worden. Ja. En dan gaan we het gewoon proberen. Van Hooijdonk. Van Hooijdonk! Oh, jammer. Het scheelt niet heel veel, maar er zat wel wat ruimte tussen nog. Ik heb misschien iets te snel geschoten met Van Hooijdonk. Maar... Mezu. Hey! Helemaal opengelaten. De wedstrijd is afgelopen. Van de Paver en wie was het? Is het... Wacht even. Straalman. Van de Paver en Straalman falen. En dan moet ik eigenlijk eerder zeggen, het is denk ik Straalman, want Van de Paver, even kijken hoor. Dit is Straalman hier. Ja, het is de positie van Straalman, dus hij... Ja, hij staat duidelijk gewoon heel verkeerd. We gaan de wedstrijd verliezen tegen Excelsior. En niet zomaar met een 2-1'tje. Nee, het staat gewoon 3-1 voor Excelsior. Weer de bal kwijt. Dit keer is het vet. We kunnen niet eventjes de bal vasthouden. Ja, Excelsior doet het zo knap. Waar ze het vandaan hebben gehaald deze wedstrijd, ik weet het niet, maar we gaan de wedstrijd verliezen. Weer een kans, weer een doelpunt. Thomasen speelt voor Excelsior. Oud, de Graafschapsspeler. Hij maakt het af, 4-1 en nu kunnen wij het wel vergeten. Twee doelpunten had misschien gekund. Drie doelpunten is onmogelijk. We gaan de wedstrijd verliezen en Thomasen, de oudspeler van de Graafschap, heeft ons gewoon echt de genadeklap uitgedeeld. ...4-1 pak slaag. Excelsior heeft zoveel meer energie deze wedstrijd dan ons. Die bal moet gaan naar Hendriksen.
Verbazingwekkend haalt hij hem binnen. En Hamel. Hamel. Troostprijsje voor Hamel. Hij scoort tenminste wel. Maar ja. Ja. En weer de bal kwijt. We gaan de wedstrijd verliezen met 4-2. Het is weer eigenlijk hoe ik het speel met de tweede elftal nu. Is eigenlijk hoe wij vorig seizoen ook speelden. We verloren deze wedstrijd heel vaak de bal. Verkeerde passes. Of in ieder geval passes die op zich goed waren. Maar mijn spelers konden ze gewoon niet goed maken. En we verliezen. Terecht. Terecht. Gewoon terecht verloren van Excelsior. Wij waren heel slecht deze wedstrijd. De volgende wedstrijd van deze aflevering is tegen Fortuna Sittard thuis. We gaan deze wedstrijd zelf spelen. En VVV Venlo verliest met 1-0 van FC Utrecht in de Oranjebeker. Oké, we gaan deze wedstrijd zelf spelen. En ik ben een beetje teleurgesteld, maar we moeten ons er snel overheen zetten. Want deze wedstrijd moet gewonnen worden sowieso. Want we staan niet meer op de eerste plek. Svilar op doel. Malasia is onze linksback. Ayer en Soutar zijn onze centrale verdedigers. Troepé is onze rechtsback. Surkowski en Encham zijn onze verdedigende middenvelders. Doan onze aanvoerder als aanvallende middenvelder. Boetjes is onze nieuwe linksbuiten. Vidigal is onze rechtsbuiten. En Bodu in de spits. 4 minuten ultiem. We spelen thuis op de Vijverberg. Let's go. Best verdedigende teams. Wij staan nog steeds op plek 1. PSV op 2. AZ op 3. Groningen op 4. En FC Utrecht op 5. Doan. Boetjes. Doan in 1. Ja hoor. Net dat ongeluk. Hey. Encham moet deze winnen. Encham verliest hem, maar dat maakt op zich niet uit. Van in één keer geschoten. Oh, gaat hij er? Och, ik dacht hij ging erin. Vidigal. Laat me even kijken. Niemand raakt hem gewoon aan, gewoon, hè. Surkowski krijgt hem niet. Vleiter. Goeie paas naar Stokkers. Stokkers gaat binnen door. Vleiter krijgt hem bij Pinto. Doelpunt voor Fortuna. Nee, maar wauw, wat een aanval. Boetjes. Jammer voor hem. Jammer. Hij werd toch... hij kreeg veel ruimte. Maar dit moet hij echt beter doen, man. Dit moet hij... Ja, we hadden ook in de passing misschien naar... zelf Malasia is teleurgesteld over Boetjes. Dat is twee ex-Feyenoorders. Boetjes is er weer langs. Gaat zo gemakkelijk bij hem. Dit moet hem zijn. Dat is hem ook. Doan met de 1-0. Oké, we gaan Boetjes naar Boetjes. Ja, want Boetjes deed het goed. Hij kapt zijn man meerdere malen uit. Hij heeft ook directe... tegenstander al meerdere malen uitgekapt. En deze paas is op maat. Gewoon maatwerk. Doan staat op de goede plek. Gelukkig voor hem. Het hele middenveld speelt eigenlijk best wel matig. Encham, Surkowski en Doan. Maar we staan op voorsprong. Dat is gewoon waar het om gaat. En we moeten nu snel een tweede doelpunt maken. We moeten mensen gaan wisselen trouwens. We moeten gaan kijken. Doan moet er eigenlijk af. Koksku is nu. Cabrera gaat zijn debuut maken, volgens mij. In ieder geval voor mij. Vidigal. Hendriksen. En Boetjes, Malasia. We doen het. We laten het gewoon even zo. Troepé, die ging niet mee. Ja, dat is dan weer jammer. En Bodo, dit had beet. Ik zeg je eerlijk, ik drukte voor de fake shot. Want ik zag natuurlijk dat Boetjes eraan kwam. En misschien daarom dat dan de bal zo ging. Maar ja, dat is een beetje FIFA's ding. Hè. Soms gaan die fake shots gewoon niet. En daar verliest hij de bal. Ik vind dat te gemakkelijk. Maakt niet uit, we winnen wel, maar... Ja, dat gaat te gemakkelijk. 1-0 overwinning, een magere zege op Fortuna Sittard. Ik had wel meer verwacht van deze wedstrijd. Want we speelden natuurlijk met onze eerste elftal.
Maar 3 punten zijn 3 punten. We gaan lekker door. De wedstrijd tegen FC Emmen gaan wij simuleren. Want we gaan natuurlijk de volgende wedstrijd spelen tegen PEC Zwolle. We gaan kijken wat we kunnen doen tegen FC Emmen. We staan... Malaysia geel trouwens. Even kijken. VVV staat gelijk. Er gebeurt niet veel. Sirkowski met de 1-0 voor de Graafschap. 1 doelpunt erbij. En dan kunnen wij veilig naar... naar Zwolle gaan, denk ik. Met een goed gevoel in ieder geval. 1-0 is krapjes, er. 1-0 is krapjes. Ik zei het al. 1... Oh, we spelen gelijk tegen FC Emmen. 4 punten uit 2 wedstrijden is natuurlijk een voldoende. We staan op plek 1. We staan gelijk met FC Utrecht. Maar... AZ kan ons weer voorbij gaan. We gaan spelen tegen... Wacht, we moeten even goed opletten. Want FC Groningen komt hierna. We spelen tegen Zwolle. Zwolle staat op 16. De volgende wedstrijd is tegen Groningen. Groningen staat op 7. De afgelopen seizoenen hebben we veel moeite gehad met FC Groningen. Ik wil graag de wedstrijd tegen PEC Zwolle spelen. Dat ga ik wel doen. Maar we moeten het gaan doen met het tweede elftal. Want... Nee, laat het. We gaan met het tweede elftal spelen tegen PEC Zwolle. Dit gaat weer een lastige worden voor ons. Want de kans is groot als we met het eerste elftal spelen tegen PEC Zwolle dat we die winnen. En dan, als we dan met het tweede elftal spelen tegen Groningen, is de kans groot dat we die niet winnen. Maar andersom is het juist lastig. Want ook met het eerste tegen Groningen kunnen we die wedstrijd misschien verliezen, gelijk spelen. En dan hebben we, zeg maar, meer pech. Want met het tweede elftal tegen PEC Zwolle, sowieso lastig als je al kijkt hoe wij hebben verloren van Excelsior deze aflevering. Dus we spelen met het eerste elftal. En dan hebben we waarschijnlijk, hopelijk, zeker weten, 3 punten tegen PEC Zwolle. Met alle respect voor PEC Zwolle, nogmaals. Mooie tenues van PEC Zwolle. Dit zijn de 11 voor de wedstrijd tegen PEC Zwolle. We gaan naar Zwolle. Jurrius op doel. Mesu als linksback. Abena en Van der Pavert als centrale verdedigers. Owusu als rechtsback. Tutuarima en Klaas als centrale verdedigende middenvelders. Kokskou als aanvallende middenvelder. Van Hooijdonk als linksbuiten. Deelrossun als rechtsbuiten. En Hamel in de spits. 4 minuten ultiem. MAC 3 Park Stadion. Let's go. De wedstrijd tegen PEC Zwolle gaat bijna beginnen. We spelen in Zwolle. Dus Zwolle heeft natuurlijk het voordeel van het thuispubliek. Zwolle staat er niet best voor trouwens. Wij wel. Wij staan op plek nummer 2. FC Utrecht heeft gewonnen. Ik zag niet wat AZ heeft gedaan. Maar ze stonden nog onder ons. Dus ik denk dat AZ heeft verloren. Maar in ieder geval, PEC Zwolle staat er niet goed voor. Daarom heb ik gekozen voor het eerste elftal. Want FC Groningen gaat gewoon een lastige wedstrijd worden. Maakt niet uit of we met het eerste of het tweede tegen Groningen spelen. De kans is gewoon groot dat we daar punten zullen morsen. En daarom kies ik dus sowieso voor zekerheid eerste elftal tegen PEC Zwolle. Die aan het sukkelen is in de Eredivisie op dit moment. De fans van PEC Zwolle hebben de hoop natuurlijk. Want als je kijkt naar deze 11 spelers. Ezebue, Lachman, Namli... Leemans, Van Krooi, Fleming, Van Duinen op de bank. Zag ik weer net niet, want het gaat weer te snel. Maar in ieder geval, ze hebben een goed team. Van der Hart natuurlijk. Er worden foutjes gemaakt, maar het wordt goed hersteld. Deelrussen is weg, hoor. Nee. Ik kom er net achter dat ik met de tweede elftal speel tegen PEC Zwolle, jongens. Ik praat zoveel. Maar ik let niet op. Jullie hadden het waarschijnlijk wel gewoon gezien. Ja. Maar ik let gewoon niet op. Nu is de kans groot dat we veel punten gaan verliezen. Ik zeg het en het gebeurt bijna. Ik moet minder praten. Ja, moet hem worden. Van Hooijdonk! Kom op, man. Ik geef je een panklare doelpunt. Gewoon. Ik geef je hem gewoon.
We hebben gewoon problemen op het middenveld. En daar gaat... Wie is dat? Van Duinen. Houden we in de gaten. 1-0 voor Zwolle. Ik zeg het. En het gebeurt. 1-0 voor Zwolle. Dit is precies wat ik zei. Dit is mijn schuld. Ik had gewoon met het eerste elftal moeten spelen. Ik lette gewoon niet op. Ik was te veel aan het praten. En we staan op 1-0 achterstand tegen PEC Zwolle. Maar we moeten gewoon doen wat we moeten doen. We moeten gebruik gaan maken. Penalty. Dat is een penalty. Lekker. Wat een geluk. Kort na het doelpunt van Zwolle krijgen wij een penalty. Dero Lachman, ex FC Twente. Weet ik allemaal uit mijn hoofd. 100% penalty. Er is niks aan je robbenachtig aan deze val. De man die hem gaat nemen is natuurlijk Hamel. De man die hem gaat nemen is Hamel. Ik drukte naar links. Fraude FIFA. Waarom zou ik rechtdoor? Maakt sowieso niet uit, want hij heeft hem goed tegengehouden. Maar we toch. We kunnen nu niet achter de feiten aangelopen. Dat gaan we dus nu doen, want ze gaan nu het balcontact opvoeren. We kunnen misschien zelf een tegendoelpunt gaan krijgen. Vandaan. Krooi. Ja, daar is hij. Julius met de redding. Houden die bal binnen. We houden die bal niet binnen. We moeten gaan wisselen. Dit is zuur, zeg. Mijn spelers zijn op. Ja, ik heb daar niemand. Cabrera, Kooskoevo, Cabrera, Hamel, De Wit. We gaan het erop gokken. De Wit is sneller dan Hamel. Hamel, ja, hij heeft het... we moeten gewoon iets doen. Dit kan hem worden trouwens. We hebben natuurlijk De Wit nu. En hij krijgt hem niet! De cruciale passes. En de wedstrijd is afgelopen. Het was één cruciale pass die fout ging voor ons. En precies wat ik zei. Waarvan wij vorig seizoen hadden heel veel last van dat. En ik verzin dit echt niet. We hadden heel veel last van passes, makkelijke passes die gewoon niet gingen. En best wel teleurstellend dit trouwens. Want drie verdedigers konden gewoon de nummer 10 van PEC Zwolle niet afstoppen. Ik had misschien de slijding moeten inzetten, denk ik nu pas aan eigenlijk. Ach. Paas nummer 3. Maakt allemaal niet uit. We hebben sowieso al geen kans meer op een gelijkspel. We verliezen van PEC Zwolle. En ja, ik had het al voorspeld. Als wij met de tweede elft... Ja. Ik had het al een beetje voorspeld. Belangrijke punten hebben wij verloren. En we hebben nog zelf twee wedstrijden te gaan. FC Groningen en Excelsior. Die gaan we natuurlijk simuleren. Maar ja, we gaan gewoon. Want hopelijk kunnen wij deze wedstrijd wel winnen. We simuleren de wedstrijd. En kijk maar, FC Groningen van de laatste drie hebben ze alle drie gewonnen. Soetar met geel. Van Looy met de 1-0 voor Groningen. Surkowski met de 1-1 voor de Graafschap. We gaan naar de tweede helft. Dit is waar ik het over heb. Dit is zo pijnlijk. 2-1 voor FC Groningen. Alles is voorspeld. Dit is geen grap. Alles is voorspeld. We gaan de wedstrijd verliezen. Mijn schuld. We hadden met het eerste elftal moeten spelen tegen PEC Zwolle. En dan hadden we waarschijnlijk tenminste 3 punten. Maar goed. Ik ga deze wedstrijd tegen Excelsior spelen met het eerste elftal. En hopelijk kunnen we deze aflevering goed afsluiten. We gaan... Welke maand is dit? De maand februari of zo, toch? Volgens mij. Nou, dat kijken we zo wel. We gaan even kijken. Gebeurt niet veel. We gaan richting het einde van de eerste. We gaan richting het einde van de eerste helft. En Vidigal met de 1-0. Een blessure voor Excelsior. Maar wel de gelijkmaker voor Bouzoukis die er ondertussen vanaf is. Fortes is er ook vanaf. 1-1. We moeten het doelpunt maken. Dat is gebeurd. Want Boetjes scoort. En Boetjes gaat ons 3 punten bezorgen. Boetjes, onze nieuwe linksbuiten, zorgt ervoor dat wij de maand goed afsluiten. De maand februari was voor ons echt een van de slechtste maanden van dit seizoen. Want we hebben de wedstrijd verloren van Excelsior.
Toen wonnen we heel mager van Fortuna Sittard met 1-0. Gelijkspel, maar tegen FC Emmen. We verloren van PEC Zwolle. We verloren van Groningen. En we wonnen van Excelsior. Dit houdt het seizoen wel spannend. Want AZ heeft nu 54 punten. FC Utrecht 52. Wij hebben ook 52. Maar Ajax en PSV komen eraan. We hadden veel meer punten moeten hebben. Ajax en PSV komen eraan op plek 4 en 5. Ook Vitesse doet mee. Want Vitesse is maar een wedstrijd winst achter ons. Met 49 punten. FC Groningen op 7 doet het ook redelijk goed. Heracles op 8 met 43 doet het netjes. Willem 2 houdt het goed vol op plek 9. Dus nog steeds in de top 10. Maar het gat is wel 9 punten met nummer 8. Heerenveen op plek 10. Feyenoord doet het heel slecht. Kom op, mensen, stem op Feyenoord. In ieder geval, Fortuna zit het op 12. ADO Den Haag op 13. Excelsior op 14. Zwolle op 15. NAC Breda op 16. VVV Venlo op 17. FCM op 18. Dus we hebben verloren of punten laten liggen tegen de nummer 14, de nummer 15 en nummer laatst. Dus dat is gewoon echt heel slecht. De topscorer van de Eredivisie is Sierhuis van Ajax met 13 doelpunten. Nou weet ik, Sierhuis is gewoon niet echt een hele goede spits. Dus ik denk dat Ajax niet veel beter heeft. Stokkers op plek 2 van Fortuna Sittard. Ze hebben wel weer een top 3 spits in huis. Op dit moment, dit seizoen natuurlijk. Stokkers is natuurlijk geen top 3 spits qua algemeen. Maar hij staat op plek 2 met 12 doelpunten. Jurgensen op plek 3 met 11 doelpunten. Doan met 8 doelpunten op plek 12. En Bodu op plek nummer 18 met 7 doelpunten. Nee. Zurkowski doet nog net mee. 24ste plek. 6 doelpunten voor de Graafschap. De man van de assist is nog steeds Doan. Maar Van Duinen en Til en Neres met 1 assist daarachter op plek 2, 3 en 4. En Cham houdt het nog net vol in de top 25 met 3 assists. Februari was een moeilijke maand. Ik ben blij dat het achter de rug is. Mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende aflevering, man. I'm out.